Wat doet een nerd midden in de jungle van Afrika tussen de olifanten? Je komt erachter in dit. Ik vind hem nou wel leuk in dit gesprek. Welkom bij ZWD-TV. Ja, Thijs, dat is wel een hele intrigerende begin. Maar uh, de, de nerd zijn je eigen woorden. Hè? Dat zijn ze Want ik heb wel eens een woorden. comment onder een video gekregen van iemand die zei: ja, nerd is een beledigende term. Dat zijn programmeurs. En, uh, maar het zijn je eigen woorden. Hè? Je bent gewoon een nerd. Ik, ik ben ook een programmeur, dus waarom ja. is dat dan beledigend? Ja, ja, het wordt je het nerd. Uh, uh, ja, nou, het is, het, is, het is volgens mij ook wel een beetje cultureel. Dus volgens mij in Nederland is het, is het nog wel... Cool of zo heeft het ietsje cools. Ja. Maar volgens mij in Amerika heeft het iets meer een negatieve ah, ja. negatieve, negatieve, negatieve connotatie, commentatie. Ja, ja, ja precies. Uh, in de jungle in Afrika, zo meteen hoe je daar beland bent. Uh, uh, eerst even nog een paar stapjes terug. Ik had er net in het voorgesprek al heel even over. Ik kwam een video van jou van 11 jaar geleden of zo tegen. Toen had je, hoe heet het, Webwinkel Checker. Ja. Hoeveel apps... Programmaatjes, applicaties, dingetjes heb jij al gebouwd in de loop van je carrière? Oh, god, Een heleboel. Ontelbaar. Ja. Ik, ben al, ik ben al bijna 25 jaar bezig. Uh, eigenlijk toen ik net aan school kwam rollen, dacht ik van ah, computers programmeren. Ik verkocht computers tijdens mijn studententijd. En uh, uh, dus met hardware altijd al bezig geweest. Ja. En uh, ja, op een gegeven moment uh, ook natuurlijk bij een bedrijf gaan werken, daar een heleboel dingen gedaan. Aan het eind uh, was, was ook een uh, eigen bedrijf van mij. Uh, klein softwarebedrijf van over 10 man. En uh, ja, op een gegeven moment heb ik daar ook een aantal startups gerund. Yeah. had ik de Lean Startup gelezen. Nou, dat was voor mij echt een eye-opener, joh. Ja, want? Nou, dat was, was eigenlijk een klap in mijn gezicht. Want ik werkte toen, denk ik, al iets van 7, 8 jaar aan een product, productontwikkeling. En yeah. ik zat dat boek te lezen en iedere fout die erin stond, die was ik aan het maken. <laughs> Gewoon, uh, uh, het, was, het was, een, was een product voor het midden kleinbedrijf, een document management systeem. ja. Yeah. Dat is heel saai, daar kon je je documenten allemaal in beheren. Uh, en en ik, ik dacht altijd als engineer van als we deze feature erbij bouwen, dan wordt het een succes. En dat gebeurde eigenlijk nooit. En toen las ik dat boek en dacht oh shit, dat ja. is echt. Ja. De, de, daar zijn al die fouten beschreven. Dus toen ben ik een aantal start-ups heel lean gaan, uh, gaan optuigen. Ja. En die zijn ook allebei heel snel gefaald. Wat <laughs> ja, heel wat, leerzaam was, Ja, het kost je minder tijd en minder geld. Precies. ja. En uh, ja, toen ben, ik, uh, toen ben ik eigenlijk weggegaan bij dat, uh, bij dat bedrijf. Heb je ooit een bedrijf een beetje kunnen verkopen? Of ooit een keer een klappertje gemaakt? Of uh, nee, altijd bloeddruk nee, geweest? Nee, niet echt. Dat, dat, dat bedrijf was. was uh, ik was uh, met twee andere eigenaren die er al langer in zaten. Dus ik had mezelf ingekocht en. Ik ik ben daar weer uitgegaan, maar ik ben er mm -hmm. nooit echt uh, rijk van geworden. Nee. Nee. Ik, wat ik begreep, in even een richting het avontuur wat je nu aan het leven bent, was dat je eigenlijk ook wel op een gegeven moment zoiets had van, ja, wat ben ik eigenlijk aan het doen met mijn leven, toch? Ja, als ik het even heel filosofisch uh, schets. Zeker, en ja. eigenlijk is dus de, dat boek, The Lean Startup, is daar echt de aanleiding voor geweest. Omdat dat me zo bewust maakte van de hoeveelheid regels code die ik eigenlijk aan het verspillen was met nutteloze dingen bouwen. Dat ik dacht van, oh die shit. En het begon eigenlijk bij mij wel bij van, oké, okay, hoe kan ik dan efficiënter de dingen bouwen die ik aan het bouwen ben? Mm -hmm. Maar uh, toen ben ik bij een ander bedrijf gaan werken, Q42. Nou, we maken de PostNL-app en de Rijksmuseum-website, allemaal commerciële projecten. daar heb ik dus een tijdje ook op commerciële projecten gedraaid. Mm -hmm. En datzelfde soort van gevoel bekrook me op een gegeven moment weer. Dat ik dacht van, ja, weet je wel, dan dus had ik weer een feature in een app te bouwen en ik voelde het gewoon niet meer. Mm -hmm. Dus naast het feit dat ik dus ja, dat gevoel van die verspilde regels code, zat hem niet alleen in hoeveel regels code verspil je in een bepaalde feature... maar ook in waar ben je, waar ben je dan aan aan het bouwen? Ja, als je kijkt met name om je heen, wat er allemaal in de wereld aan de hand is. Precies nou, dat. dat. En ja. toen, toen begon dat heel erg te kriebelen van ja, maar ik wil gewoon aan de grotere problemen van deze wereld iets proberen bij te dragen met mijn skills, die dan toevallig. Nurse skills zijn. Ja, ja, en even, zit jij nog steeds bij uh, q 24 Of hoe noem je het? Q24? Q24 of Q42? Zit je nog steeds toch? Ja, oké. Okay. Hoe belandde jij in die jungle in Afrika? Ja, nou ja, toen, toen dus dat, dat kriebelende gevoel kwam, uh, ging ik met uh, Tim van Deurzen kletsen. Dat is mijn collega, een partner in crime. Die had toen had die, uh, net Hack the Planet opgericht binnen ja. Q42. Ja. En dat is eigenlijk een afdeling waarmee we uh, ja, technologie inzetten voor iets goeds. En hij had eigenlijk dezelfde jeuk als ik. En we raakten met elkaar in gesprek. En uh, ja sindsdien werken we samen. En zijn we gewoon eigenlijk aan het kijken van, oké, okay, uh, grote problemen in deze wereld. Eenzaamheid bij ouderen, stroperij, dat soort zaken. Kunnen we daar iets aan doen? Ja. En uh, toen zijn we op een gegeven moment met rangers gaan kletsen via Wereld Natuurfonds. En dan hoor je dus van die rangers, oké, okay, hoe werkt de wereld van stroperij? Uh, waar werken ze mee? En toen lieten ze zien aan ons van, nou, wij werken heel veel met cameraanvallen camera vallen dat ik heb er even eentje Nee, Ja, is ja, spul bij. Hè? Dat uh, dat zijn deze dingen. Uh, die gebruiken Rangers dus heel veel. Die, die, die bind je aan een boom en als er dan een, iets voorbij loopt een mens of een dier dan maakt hij een foto. En ze vertelde ons uh, van nou, maar deze gebruiken we heel veel en die foto's die worden opgeslagen in een, in een geheugenkaartje in dat ding. Dus na zes maanden of na twaalf maanden moeten die rangers naar die camera toe. En dan kunnen ze het geheugenkaartje eruit halen. Dan kunnen ze zien wat er in de afgelopen maanden gebeurd is. Het is dus geen internet en shit allemaal. Geen internet, nee. er is helemaal niks daar. Maar als je het hebt over stroperij, dan wil je natuurlijk gelijk weten wat er aan de hand is in jouw ja, park. Ja. En wij als engineers dachten van ja, maar dat moet toch? Doe. Dat moet toch makkelijker kunnen. Sterker nog, die eerste oplossing die er was, die is toch redelijk zinloos. Als jij na zes maanden foto's ziet van een ranger van drie maanden geleden, wat heb je daar dan aan? Nou ja, het is, het is nog steeds een hele waardevolle tool. Want, want? ze verzamelen wel heel veel data ja, over ja. waar ook de dierenpopulatie, hoe het daarmee gaat. En, ja. uh, dus het wordt voor verschillende doeleinden ingezet. Maar zeker als je het hebt over antistroperij. Ja, dan, dan is het inderdaad, inderdaad mosterd naar de maaltijd. Ja, dat wel. Ja. Want, maar hoe belandde jij bij die Rangers en bij die stropers uh, toestanden daarna? Ja, Afrika? via WNF eigenlijk. Dus ja, Tim, ja. Tim is, is begonnen met, met Hector Planet gewoon eigenlijk vanuit een soort hackathon. Want is even, sorry dat ik je onderbreek, maar de Q42 is een commercieel bedrijf. Ja. Wie zijn de eigenaren daarvan? Ja, nu, nu is het de, is de directie, dat is Jasper Keizer en. Uh, en Chris uh, Waalberg. zijn, de, die en, die de zijn van het, en die vinden ja. dat dus goed dat dat binnen hun concern een hack the planet is, die zeg maar ja, het is eigenlijk een beetje stiekem is, het eigenlijk een beetje uit de hand gelopen. Ja, ja, want het begon dus met een hackathon van ja. uh, de belden we Greenpeace van hey, wij, wij zijn techneuten, kunnen we jullie ergens mee helpen? Ja, nou, dat was van ja, we hebben wel problemen met bosbranden in Indonesië. Nou, toen hebben we een uh, autonoom vliegende drone uh, voor ze gebouwd, waarmee ze dus bosbranden konden monitoren. En dat begon toen nog met een hackathon en een paar weken even een beetje klussen. En uh, toen was het uh, in het begin Tim alleen en toen ben ik erbij gekomen. En nu werken we met z'n tweeën fulltime aan Hector Planet. Dus ja, het is dus een maar beetje dat mag, uit, maar, het mag, maar het mag wel, ze. We komen er nog steeds mee weg, laat ik zo ja, het zeggen. Ja, 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 ja. Ja, maar het is natuurlijk een continue discussie van wat kost het? Ja. Wat levert het op? Ja. Uh, en het hoeft niet per se euro's te zijn, maar welke waarde levert het op? Ja, zowel voor wat je doet als misschien ook voor Q42. Want het is natuurlijk ook een prachtig iets wat Zeker. je vanuit Q42 doet. Ja. Ja. Ik, ik heb er een, een, een tijdje geleden heb ik hierover na lopen denken: van hoe, hoe kan het toch dat dit zo werkt? En ik heb uh, een duur woord altruïsme. Dus mm -hmm. je hebt mensen die, hun, die 50% soms wel van hun inkomen weggeven aan goede doelen. Mm -hmm. En dit is eigenlijk uh, bedrijfsmatig altruïsme. Ja. Dus een bedrijf wat gewoon uh, ja toch een substantieel deel van haar winst. Stopt in dit soort projecten. Mm -hmm. en natuurlijk krijg je er, kijk, je krijgt er ten eerste krijg je er voor, voor terug dat we gewoon dit soort dingen mogelijk maken. Mm -hmm. Maar er zijn ook wat zachte waarden, PR-waarden. Uh, ja. Maar ook een derde van de mensen die komen solliciteren bij ons, die noemt Hector Planet als reden. Mm. En dat is nu helemaal niet waarom we dit doen. Nee. Maar het laat ook wel zien dat jongeren tegenwoordig, waar Zo ze vroeger vroegen van: oké, okay, hoe dikke leaseauto kan ik, ja. nu vragen ze: wat doen jullie aan sustainability? Ja, dan ja. kom je wel met een goed verhaal. Ja, ja klopt. Nee, dus die snap ik. Ja. ja. Terug naar Afrika. WNF, eh, Stropers, eh, Toestand. Want wat was op een gegeven moment de, de probleemcase? Dat kastje, één keer in de zes maanden, is probleem één. Ja. Wat dan meer? Ja, nou, ja, dat was dus het eerste ding dat we dachten: van... oké, okay, dit ding moeten we slim maken. Dus eh, zonder je al te veel met de techniek te vermoeien, hebben we dit ding opengemaakt. En we ja. een klein beetje aangepast. Hebben we ja. onze eigen elektronica aan toegevoegd, zodat hij kan praten met, met dit ding. En hier zit eigenlijk de Brains of the Operation. Dus dit noemen we de Smart Bridge. Zit dat is de server eh, of de ja. Bridge. Precies, dus deze twee die hangen zeg maar boven elkaar. Deze die moet je wel vrij hoog hangen, toch? Ja, deze moet een meter of tien boven in een boom met een zonnepaneeltje. En uh, op het moment dat die camera dan een foto maakt, dan stuurt hij een berichtje hier naartoe. Dan downloadt deze mini-computer. Er zit een, voor de nerds onder ons een Raspberry Pi in. Uh, die downloaden foto's van die camera en dan gebruiken we dus machine learning om te kijken wat staat er op die foto Aha, Dus je kan, dus je kan zien of het een mens is of een beest of ja. wat voor een beest. En, ja. en um, hoe, even heel praktisch, hoor, maar je zegt 10 meter hoog aan een boom in de jungle, heb je een ladder bij je vast? Ja, ook oh, een ladder. Ja, <laughs> okay. dat is gewoon door de jungle wandelen met een tas vol elektronica en een ladder <laughs> en een beetje zwoegen. En het, de, de, de verbinding qua internet. Ja. ja, dat, is, dat is, was een lastige, want je hebt in het in regenwoud hangen deze dingen. Ja. Daar heb je geen internet, je hebt er geen 4G-dekking. Dus wat we hebben gedaan is we hebben hier een satellietmodem in, uh, in gebouwd. En deze satellietmodem heeft eigenlijk wereldwijde dekking. Dus overal ter wereld werkt dit systeem. Ja. En op het moment dat er dus een foto gemaakt is en, en we weten van nou, er staan uh, olifanten of mensen op, dan stuurt deze via een satelliet een berichtje naar het mobiele telefoon van Rangers. Dus nu weten Rangers binnen een paar minuten krijgen ze gewoon een berichtje... er loopt daar een mens of er loopt een daar een tekstberichtje of ook de foto erbij? Ja, nee, alleen een tekstberichtje. Ah, okay. ja, een foto versturen via de satelliet, dat, dat is, uh, dat is okay. veel te duur. Oké, okay. maar jullie kunnen door machine learning... kunnen jullie gewoon zeggen... het is een olifant of een ranger of een, ja. uh, of een stroper. Ja. Want het probleem is uh, bidirectioneel. Leg eens even uit wat het is. Want het is niet alleen stropers die olifanten doodmaken... maar olifanten zijn ook een probleem naar de mensen toe. Ja, ja dat leer je dan dus als je daar bent. Dus zeg maar... Uh, uh, nogmaals, wij zijn engineers en we weten, ja. we weten het fijne niet van stroperij. Maar als je dan die wereld induikt, ja. dan zie je opeens van oké, okay, stroperij, dat is sowieso een grijs gebied. Hè? Want je hebt echt, je hebt Bushmeat Hunting noemen ze dat. Dus dat zijn mensen die gewoon lokaal zwijnen jagen om, om voor hun familie vlees te halen. Mm -hmm. In feite is dat ook al stroperij. Mm -hmm. En je hebt, zeg maar, halve militaire operaties die bossen ingaan met AK's en uh, daar olifanten uh, een jagen. Heusje, voor een, uh, voor dus, een paar tanden. Ja, op die schaal. Want een, een neushoornhoorn is, ja, dus geloof ik, al een half miljoen waard. Dus er zitten echt, uh, echt echt paramilitaire groeperingen zitten achter. Die zijn nog niet blij met jullie? Die die zijn niet blij met ons. Tot nu toe hebben we gelukkig even afkloppen, geen problemen mee gehad. Maar, uh, okay. ja. en, en het probleem van die olifanten naar dorpen toe, legt dat eens uit? Ja, dus daar kwam we eigenlijk achter toen we met deze technologie aan de gang gingen, in eerste instantie voor antistroperij. Toen kwamen we in die wereld en toen leerden we van oké, okay, er is dus ook zoiets als een mens-olifant conflict. Dus uh, de leefgebieden van olifanten wordt steeds kleiner. Mm -hmm. Want er komen steeds meer mensen, ook in Afrika. Mm -hmm. Ook door klimaatverandering is er steeds minder eten voor die olifanten in bossen. Um, dus die olifanten die gaan steeds meer en meer op zoek naar voedsel. Op plekken waar mensen leven. Dus eh, lokale dorpjes, echt super kleine dorpjes zijn we geweest. Waar mensen plantages hebben met cassave en mango's en bananen. Denk dat daar een olifant bij Ja, en er staat er opeens een, een olifant in je achtertuin. En die komt niet even een paar bananen smikkelen van die boom. Nee. Maar die trapt gewoon die hele boom omver. Dus ja. het, die, die richt echt veel schade ja. aan daar. En uh, het is dus ook heel vaak dat er dus uh, ja, mensen daar in die plantage lopen, worden verrast door een olifant. Die olifanten vallen dan aan. Ja, ja. Dat gebeurt echt heel vaak dat er dus mensen om het leven komen door aanvallen van olifanten. En uh, ook boeren die dus wraak nemen. Ja. Die dus op die olifanten, die ze dus achteraan gaan met wapens of vallen plaatsen ja. of wat dan ook, om die beesten maar weg te jagen of af te maken. En oh, ik las een hilarisch iets. Het heeft met Celine Dion te maken, zeg maar. Want wat gebeurt er als een olifant komt in de buurt van een dorp? En wat gebeurt er dan? Ja, ja, ja. Nou, wij, wij stonden in 2021 in Gabon. Toen hebben we de eerste, uh, uh, voor het eerst onze slimme camera's hebben we daar dus opgehangen. Ja. En we liepen daardoor een plantage heen. En lokale vrouw, die leidden ons rond. En er stond op een gegeven moment een olifat... Geen olifant, maar een olifat. Ja. Stond daar midden in die plantage met twee stokken erop. We ze waren als van waarom staat dat hier, ding hier? Toen vertelde die vrouw: ja, als we weten dat olifanten er aankomen... dan gaan we een hoop kabaal maken. We stokken slaan op dat, uh, op dat ding. En we hadden net die dag ervoor hadden onze slimme camera's opgehangen. En we zagen dat ze werkte. We hadden ook al olifanten gedetecteerd ermee. we dus dachten van oké, okay, we hebben hier een real-time AI-camera. En dat olifant dat kunnen we automatiseren. Ja. Dus dat hebben we gedaan. Dus dus we je hebt, maar wacht even, wat heeft een olifant met trommels te maken met een dion Nou ja, we, we dachten dus van we moeten een apparaat maken wat een hoop kabaal kan genereren. Ja. Als er een olifant aankomt. Om die olifant dus weg te jagen uit plantages of uh, dorpen. Dus we hebben gewoon een apparaat gemaakt met een grote hoornluidspreker. Ja. Die heb ik hier ook ja, 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 ik die heb ik je ook liggen. Ja, een grote hoornluidspreker en een versterker erin. En een grote lamp die gaat flitsen. En op het moment dat onze slimme camera's dus een olifant zien gaat dat in keihard geluid maken. En we hadden altijd... er staan iets van honderd geluiden op, op dat ding. Van kettingzagen tot fuvizela's... en je kan het zo gek niet verzinnen. En, maar ook wat van onze fijnste smaak <laughs> En Tim en ik hadden altijd als running joke van... hoe grappig zou het zijn als Celine Dion daar... olifanten zou kunnen verjagen. Ja, en we hebben... In, en dat lukt. Dat lukt. Die want, gaan echt weg, die olifanten. Die gaan echt weg, ja, ja. We hebben, in 2000, we hebben vorig jaar een project gedaan in Zambia... waar we de eerste versies van onze olifantenverschrikker hebben uitgerold. En we waren daar de laatste dag. We zaten te kletsen met die rangers op kamp. En we zaten daar gezellig te, te keuvelen. En op een gegeven moment hoor ik in de verte... hoor ik dus keihard Celine Dion met My Heart Will Go On... over de Afrikaanse savannahalmen. Ja, dat was toch wel prachtig. Toen hebben we even goed gelachen. Moet je er recht over betalen eigenlijk, of niet? <laughs> ik, ik weet het niet. Hier hebben we het wel eens over gehad. Het is, toch een, is want... toch een eer voor Celine? Ik hoop het. Ik ja. hoop het. Als ze hier ooit achter komt, dan hoop ik dat ze het alleen maar heel mooi vindt. <laughs> hey, en hoe zorg je er dan voor dat die olifant? Uh, ja, ik, vind, uh, ik ben als een practicus, hoe zorg je dan ervoor dat hij niet juist richting het dorp gaat galopperen en van schrik uh, alsnog die plantage omver, uh, rent? Ja. ja, dat heeft alles te maken met uh, samenwerken met de lokale mensen die het gebied daar heel goed kennen. En op strategische plekken je spullen ophangen. Ja, ja. Dus uh, wat wij doen is deze camera's, die hang je echt op een olifantenpad of bij een drinkplaats bijvoorbeeld. Mm -hmm. En onze olifantenverschrikker die hangt daar niet naast. Want we willen die olifanten niet stuipen op het lijf jagen. Nee. Maar die hangt bijvoorbeeld 400, 500 meter verderop richting een dorp. Ja, ja. En zo'n ja. olifant die staat daar dan en die hoort opeens uit de verte geluiden komen van mensen. Menselijke geluiden in ieder geval. Ja. En zo'n olifant zal dan niet besluiten die kant op te gaan. Want over het algemeen willen ze daar gewoon wegblijven. ja, ja dus het werkt gewoon. Ja, we hebben nu al gezien uh, van, van filmpjes uit Zambia. En ook data van uh, olifanten die dus trekkers om hun nek hebben. Zien we dat uh, onze verschrikker afgaat. En dan zien we dus dat die olifanten ook wegbewegen van die plek. Maar houden ze wel honger? Ja, nou, ze vinden het dan wel ergens anders voet. Ja? Maar in feite sla je wel de spijker op zijn kop. Want het grotere probleem is natuurlijk. Ja, hoe kan je zorgen dat olifant en mensen op een goede manier met elkaar kunnen, ja. met elkaar kunnen samenleven? Ja. Wat is de impact die je nu maakt? Ik bedoel, waar staat het project nu? Ja, het project, uh, de, de impact is tot nu toe relatief uh, klein. Nou, dat is maar net hoe je het, hoe je het bekijkt, natuurlijk. Maar we hmm. hebben een project gedaan in Zambia. En we hebben ook in Roemenië hebben we deze technologie opgehangen. Voor beren, in een grote schaal voor beren, inderdaad. Daar hebben we uh, ongeveer 20 apparaten hangen. Dus die schaal is wel wat groter. In Zambia hangen er uh, enkele, zeg maar. Ja. En we zijn nu aan het kijken uh, van ja, hoe kunnen we dit uh, opschalen op een goede manier? Want wat zijn nog meer toepassingen? Wat zou je hier nog meer mee kunnen doen? Hebben jullie vast wel over nagedacht. Met, en... met deze specifieke technologie? Ja. Ja, je hebt uh, mens dier zijn eigenlijk wereldwijd een probleem. Hè? In Nederland he, kennen we het heel lang eigenlijk niet, maar nu met de wolf... Ja. Krijg je dat uh, dus zelfs in Nederland weer terug. Ja. Maar niet op de schaal die je in, nee. in Afrika hebt of in Europa. Want, want zit er een business case nu achter? In de zin van je zegt, je hebt er een stuk of twintig uh, in Roemenië voor die beren. Wie betaalt dat dan? Nou, eigenlijk alle projecten die we doen, daar zit geen echt business model achter. Dus we, we zien onszelf echt als een non-profit. Um, maar het ontwikkelen van deze hardware kost natuurlijk wel gewoon een heleboel geld. Ja. Dus uh, Q240 investeert gewoon ontzettend veel... in de projecten die wij doen. Mm -hmm. uh, en we proberen ook potjes aan te vragen. Zijn we met een beetje wisselend succes, is dat. Yeah. Dus uh, we hebben, krijgen bijvoorbeeld van de Wereld wereldnatuurfonds hebben we wat geld gekregen. En, maar zou je of, niet meer commerciële bedrijven moeten aanspreken? Want de, iedereen is op zoek naar um, een stuk zin. Je zei het net al, hè? We, we moeten de, de Gen Z's aanspreken. Die verwachten allemaal van bedrijven dat ze toffe dingen doen... Er zijn zat grote bedrijven die waanzinnige winsten draaien ja. en die willen misschien een stikkertje nou ja, ik bedoel, een stikkertje erop plakken, metaforisch gesproken. Ja. Het is natuurlijk nee. prachtig om. Zijn jullie dat aan het onderzoeken? Dat daar zijn we met die gedachten zijn we wel al best wel een tijdje bezig, want het blijft natuurlijk ook q 42 draagt nu alle lasten ja. en dat blijft wel een, ieder jaar weer in discussie van, ja, oké, okay, wat ik. Wat, uh, wat gaat daar allemaal in om en en wat halen we eruit, terwijl. Uh, Bedrijfsmatig altruïsme, het zou natuurlijk veel toffer zijn als je die last kan verdelen. Ja. Dus we hebben het er ook wel eens over gehad van joh, misschien moeten we Hacker Planet een losse stichting met ambie worden en dat meerdere bedrijven dat kunnen supporten. Ja. Maar ja, wij zijn toch voornamelijk nerds en uh, we staan niet op de golfbaan. Nee. En dat is toch een beetje wat je dan nodig hebt. Want dan moet ja. je wel die connecties hebben en de juiste mensen kennen. We hebben ook nagedacht over crowdfunding. En we ja. hebben al zoveel modellen eigenlijk bedacht. Tot nu toe is er nog geen zilver bullet uitgekomen, maar nee. ik sta open voor ideeën. Ja, oké. Okay, nou, bij deze dan uh, vind ik het leuk dat ik je kon uitnodigen hier. En ja. uh, dat er misschien weer iemand zit te kijken of zit te luisteren en die denkt van, hé, hey, vrek, uh, daar kan ik wel wat mee. Neem ons nog eens even mee, want hoe lang loop je daar nou rond tussen die olifanten? Hoe lang loopt dit project al? Ja, deze projecten lopen al best wel een tijdje. Dus uh, uh, Tim is voor het eerst in Zambia geweest in 2018. En dat was eigenlijk weer met een ander idee. En dat gaat over, over dit ding. Dat is een. Uh, een apparaatje om stropers op te sporen. Dus uh, toen we met rangers aan het kletsen waren... naast dat ze ons vertelden over die camera's... vertelden ze ook van... Ja, als wij stropers vangen, oppakken... dan hebben ze eigenlijk altijd twee dingen bij zich. Een wapen en een mobieltje. En toen dachten we van... Mobieltje. Hey, als we dat mobieltje nou kunnen zien... dan weet je ook waar die stroper is. Ja. Dus we hebben eigenlijk een sensor ontwikkeld... die je in afgelegen gebieden kan ophangen. Plekken waar normaal geen mensen horen te zijn. En als er dus dan wel mensen zijn geeft dit ding eigenlijk ook weer in real-time een alert naar de rangers... van oké, okay, nu zijn hier mensen. Geen Celine Dion naar de stroom. Geen Celine Dion. <laughs> maar uh, misschien okay. moet je wel even gaan kijken. En uh, heeft dat effect? Want, ik kan, want die Rangers die doen dat. Want jij is, je hebt het net over soort paramilitaire types. Met ja. A, met AK, daar, daar loop je als Ranger niet zomaar naartoe wel. Nou, dat ligt eraan. Hè. Sommige parken hebben echt ook een quick response unit. Dus die, die hebben echt gewapende Ranger teams. die daar soms zelfs met een helikopter op af kunnen. Ah ja. En zeker, kijk, er zijn een heleboel parken die nu weer de neushoorn aan het uitzetten zijn. Ja, dat is een verschrikkelijk dure operatie. Dus er komt ook gewoon. Aan hun kant, aan de, aan de kant van de rangers, ook bijna een militaire operatie. Om die beesten te beschermen met hekken en allemaal technologie. En, en, en dus zijn zij super blij met zo'n kastje. Als ze realtime kunnen zeggen ja. van, hé, hey, daar loopt weer een Want als daar iets beweegt, dan moet dat een stroper zijn eigenlijk. Nou, het of, een het... of een verdwaalde nerd. Of een verdwaalde nerd of een ranger. Maar die hebben dan ja. een dashboard. Daar komt al die informatie op binnen. En zij weten echt wel dat als het drie uur s'nachts is en op die Precies. plek loopt nu een mens, dat dat niet in de haken is. En dan kunnen ze meteen achteraan. Ja. Want dat ze weten waar dat dingetje hangt. Ja. Ja, en dat dus, dus daar zijn we al een tijdje mee bezig. Gaan. Aankomende zondag gaan we naar, naar Zambia om een project met deze sensoren te doen. En we hebben dat vorig jaar ook in Zimbabwe gedaan. Ja, dat is toch wel magisch hoor. Want dan loop je dus als nerd met een tas vol met uh, elektronica door, die, door, die, door die, zo'n park heen. En dat zijn parken waar je normaal niet eens uit de auto mag. En dan loop je met, met twee gewapende rangers voor je en twee achter je door zo'n gebied. waar allemaal olifanten en buffels lopen. En op een gegeven moment zegt zo'n ranger dan tegen je van ja, ik zie hier buffelsporen. En uh, die zijn super gevaarlijk. Dus als er zo'n buffel aankomt, dan moet je of een boom inklimmen, of je moet daar onder die borstjes induiken. En uh, we zijn ook al een paar keer achterna gezeten door een olifant. Dus je maakt er wel. Het klinkt heel avontuurlijk, maar ik kan je vertellen dat ik daar ook al een paar keer bijna een schoon onderbroek nodig heb gehad. Ben je achterna gezeten ook door een olifant? Ja, het uh, vertellen is. Ja, ja we, zijn, uh, we zaten op dat moment zaten wij achter in een pick-up truck. Ja. Yeah. En uh, we komen de hoek om. En uh, gewoon op de weg staat een, een olifant. Nou, dat, dat hebben we daar op zich wel vaker gezien. En die olifant, die is die, nou, een paar honderd meter verderop... die, die ziet ons en die gaat de bosjes in. Lijkt niks aan de hand. Wij rijden rustig door. Op een gegeven moment staat die olifant in de bosjes vlak naast de weg. Hij draait zich om, komt volle bak achter ons aanrennen. Volle bak. En uh, die ranger die, die geeft gas en weg, dat ding, waar wij zitten open en bloot in die pick-up truck... dat we zien die olifant achter ons aankomen. Op een gegeven moment gaat die olifant dus de bosjes in. En die ranger denkt, oh, die olifant is weg. Dus die gaat langzamer rijden. Maar die olifant loopt dus parallel aan de weg in de bosjes gewoon keihard mee. En op een gegeven moment komt die er, duikt hij er weer uit, vlak achter ons. Nou, ja, dan knijp je hem toch wel eventjes. Jezus. Ja. Uh, maar het is goed gekomen. Nou ja, ik zit hier nog. Waarom deed je dat dan? Was je boos? Ja, meestal gebeurt dit dus niet. Hè? Dus meestal zijn olifanten uh, best wel... Uh, dat zie je proberen te vermijden. Maar die ranger zei... dat dit een, een gefrustreerd mannetje was... die dan in de, de mating season uh, was. Dus uh, eigenlijk was hij gewoon geil. Yeah. En hij was blijkbaar... En hij zag jou ja, oké, okay. zover zou ik niet gaan, maar hij zei die nee. Rangers zei hij is waarschijnlijk al een paar keer afgewezen en dan ja. raken ze gewoon, zeker als het jonge tieners zijn, ja, ja, zo, bedoel, het ja, zijn net mensen dan wat dat betreft? Die waren, die zaten gewoon vol met frustratie. En Celine Dion drie keer gehoord. Alles ja, niet meer. Ja, dan weet je het wel. Ja, moet ik hebben, dacht hij. Geweldig. Um, wat uh, ben jij hier fulltime mee bezig? Ja, oké. Okay. We zijn allebei zijn we er fulltime mee bezig. Ja. En uh, uh, ook nog even een praktische vraag, want ik, ik heb wel eens wat met Afrika ge uh, gedaan. Uh, hoe, hoe, moet ik zeggen, onderhoudsvrij is dit? Want dat is natuurlijk altijd een punt van je kan iets praktisch ophangen, maar ja. op een gegeven moment gaat het kapot. Of er moet iets, een batterij verwisseld worden of uh, weet ik veel wat. Hoe... hoe uh, dummy-proof is dit en hoe onderhoudsvrij is dit? Ja, goed punt. En dat is volgens mij iets wat een hoop mensen vergeten. Want je ziet wel meer engineers die denken van, oh, dit zijn toffe problemen. daar wil ik iets aan doen. En die maken mm. dan een desk prototype met een cameraatje en die kan een foto van een olifant herkennen met AI. Mm -hmm. Maar waar het meeste mensen falen is zeg maar van een desk prototype naar iets wat uitrolbaar is in een Afrikaans regenwoud Precies. met alle complexiteit van dien. Ja. En uh, dat is toch waar wij dan wel keer in keer in slagen, keer op keer. En een van die dingen daarin is ook, niet je eigen dingen over engineeren. komt die lean startup mentaliteit, die zit er bij ja. mij toch nog een beetje in van keep it simple. Ja. En uh, het is heel verleidelijk als je met dit soort dingen bezig bent om allemaal extra slimme dingen en om toch plaatjes te versturen via satelliet. Maar je moet het gewoon zo simpel houden dat als jij weg bent en je hebt die rangers laten zien hoe het werkt, ja. dat zij het zelf kunnen verplaatsen dat zij het zelf kunnen onderhouden en al onze technologie eigenlijk die werkt uh, met zonnepaneeltjes dus in principe als jij dat op de juiste manier ophangt en uh, zo'n paneeltje een paar uurtjes zon per dag krijgt dus dan draait het gewoon oneindig ja, 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 ja. in in Gabon uh, in Afrika is echt een super mooi land met heel veel nog pristine regenwoud mm -hmm. uh, daar draaien nu al, al iets van twintig van onze camera's al jarenlang zonder zonder problemen ja, ja. mooi hoor heb je nog meer ideeën de toekomst Ach, uh, meer ideeën, ja, dat, dat is wel grappig. Tim is uh, mijn collega, die is meestal van de Wouwse ideeën, ja, dus die verzint dan ideeën waarvan ik dan in eerste instantie denk: gast, hoe dan? Hm. En heel veel, sommige van zijn ideeën die slaan ook echt kant nog wel, ja, maar er zitten dan soms van die paaltjes tussen uh, waar we dan mee aan de slag gaan. Dus er zijn, er zijn zeker genoeg ideeën. En we doen ook best wel veel projecten in Nederland en het is allemaal Afrika, maar we ja. hebben bijvoorbeeld ook um, een. Uh, Interactieve WhatsApp-game gemaakt. Uh, met AI, met, met, uh, met GPT-integratie. Uh, om, om messengeweld en pestgedrag bij, bij scholieren onder de aandacht te brengen. Dus dat is echt een groeiend probleem, zeker in de grote steden. Den Haag, Rotterdam. heel veel jongeren messen mee naar school nemen. en uh, ja, heel veel van die gemeentes en politie hebben we mee samengewerkt. die bereiken die doelgroep gewoon niet. Mm. Toen zijn we eigenlijk met ze gaan kletsen. van oké, okay, hoe kunnen we nou iets maken. wat gewoon inherent een tof ding is om te spelen. Toen hebben we dus die WhatsApp-game gemaakt. Dus Help Maya heet dat. En dan stuur je een WhatsAppje naar een meisje, Maya. En die gaat gewoon met jou kletsen. En die stuurt een filmpje over zichzelf. En uh, vertelt wat ze meemaakt. En dan gebeuren er dingen. En dan stelt ze je vragen. Van hé, hey, uh, deze situatie doet zich voor. Wat zal ik doen? En dan kun je als speler kun je dus advies geven. Dan gaat de verhaallijn gaat dan links of rechts af. Mm -hmm. En uh, ja, de onderliggende boodschap van dat spel is dan. Wat zijn de consequenties als je dus inderdaad met een mes aan de haal gaat? Ja. Dus, uh... En dat is een idee of dat loopt al? Nee, dat, 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 dat hebben we al gemaakt. Ja, ja. Uh, maar er zijn, uh, er zijn nog genoeg nieuwe ideeën sowieso om die. Kijk, dat is wel een uitdaging eigenlijk, die schaalvraag die je net aangaf. Ja. Deze, deze, deze mobiele telefoon sensor is eigenlijk ons meest volwassen product. En de uitdaging, we hebben er nu iets van twintig hangen. Maar de uitdaging is natuurlijk... hoe zorgen we dat we er duizend in die parken krijgen? Want dan kan je wel je echt je impact vergroten. Ja. Dus, dus we blijven nieuwe dingen doen... maar op dit moment zit er ook wel focus in... ja, leuk dat je af en toe van die pilotprojecten doet... maar hoe kunnen we nou dit opschalen. opschalen? Ja, en daar heb je misschien toch funding... of in ieder geval, ja. dat heeft toch weer met geld te maken dan? Dat de heeft toch, en en de parken in Afrika hebben dat zeker niet. Dus dat nee. zal het altijd een model zijn... dat je toch geld uit Europa moet combineren... met wat funds, fondsen van zo'n park zelf of wat dan ook... Ja. Ja, dan uh, laat deze uh, video en deze podcast dan ook een oproep zijn aan iedereen die kijkt of luistert om jou uh, te helpen, Thijs. Uh, Mak je danken voor je, voor je geweldige verhaal en jou heel veel succes wensen. Want volgens mij zijn er nog wat hardware-dingetjes die je moet oplossen voordat je in het vliegtuig uh, stapt. Dus uh, je ja, ja. free to go om dat, uh, om dat allemaal te gaan fixen. Ik wens je heel veel succes. Dank je wel dat jij uh, mijn gast was. Dank je wel voor het interview. En uh, uh, dank je wel voor het kijken en voor het luisteren. Wil je meer weten over Thijs Zuid en over zijn initiatief? Ik heb alle linkjes in de beschrijving uh, toegevoegd. Dus dan, uh, en wie weet, heb je wel als Bedrijf interesse om eens met hem te praten, doe dat dan uh, zodat we dit soort projecten groot kunnen maken. Uh, en voor de duidelijkheid, ik word hier niet voor betaald, maar ik vind dit gewoon toffe projecten. Dus dankjewel voor het kijken. Oh ja, vind je 7 TV leuk? Vind je hieronder abonneren en zit je naar de podcast te luisteren? Abonneer je ook daar, dan mis je helemaal niks meer. Voor nu, dankjewel. Hoi.